And Theo Janssen has been there before you. Chances are you might think you've walked into a dinosaur burial ground. And when huge skeletons get up and start to walk down the beach, you might think it all a very strange dream. These beasts are in my mind day and night, especially at night. And so I wake up in the morning very early, but staying in bed and just thinking about new solutions. Je zou het een vorm van bewogen beweging kunnen noemen, naar de titel van die ooit legendarische tentoonstelling. Objecten die het op een lopen zetten, zo gauw de zeewind over het strand blaast. De maker van die dansende constructies, de kunstenaar Theo Janssen, noemt ze Animaris geneticus. Een klein wonder te zien in het wild op het strand van IJmuiden. De gedachte van de kunstenaar Theo Janssen leverde bewegende kunstmatige strandbeesten op. Zo dadelijk na de ster is het weer phlogistonnen geblazen. Hier is kunstenaar, columnist, natuurkundige en muzikus Theo Janssen. Geef hem en uit zijn stal opgedraafd creatuur een stevig applaus. Theo Janssen, betoverende beelden zijn het daar hoor. Ik kan u echt aanraden om even naar die gashouder te gaan. Theo Janssen is kunstenaar in hart en nieren. 9 jaar heeft hij in kunstwerken gewerkt die hij zijn strandbeesten noemt. De Delftse kunstenaar Theo Janssen heeft zich de laatste 6 jaar met name bezig gehouden met het creëren van strandbeesten die de naam Animaris meekregen. Met behulp van kilometers elektriciteitsbuis probeert hij de natuur opnieuw te scheppen. Theo Janssen kent u misschien van zijn rubriek Reflectie in het zaterdagse wetenschapskatern van de Volkskrant. Het is iemand die zich ophoudt in het grensgebied tussen kunst en wetenschap. Op zijn eigen manier probeert hij de evolutie te ontdekken met zijn strandbeesten van elektriciteitsbuis. Met een stukje elektriciteitsbuis kun je hele leuke dingen doen. Je kan ze bijvoorbeeld gebruiken als blaaspijpje om besjes of papieren pijlen door het raam van je buurman te schieten. Het is de Animaris currens ventosa. En dat betekent strandbeest, lopend en zandscheppend. En daar hebben we beeldende kunstenaar Theo Janssen, bekend van zijn strandbeesten. Schrijft ook een geweldige column in de Volkskrant, waarin zijn natuurkundige achtergrond ook duidelijk tot uitdrukking komt. Dag, Olga, Esmee, Stine. Welke verwarmingsradiator geeft de minste warmte af? Is dat A, een mat zwart geschilderde? B, een glanzend wit geschilderde? C, een blanke ongeschilderde? Wie geeft de minste warmte af? Een blanke ongeschilderde. Leg uit. Ik denk omdat hij spiegelend is, dat hij juist de warmte, zoals die aluminium dekens die je hebt om in de bergen te overleven, die ook min of meer de warmte vasthouden. Zo denk ik dat je ook een blanke ongeschilderde verwarming de warmte het meeste vasthoudt. Maar ik ben niet zo content met de uitleg. NOS Jeugdjournaal. Kunstenaar maakt vreemde dieren. Hallo allemaal. Kijk deze zomer op het strand uit voor grote beesten met lange poten, vleugels en allerlei rare sprieten. Ze maken een piepend en knarsend geluid en bewegen op de wind. Gevaarlijk zijn ze niet, tenminste voor zover wij weten. En wat het zijn? Tja. Nee, het zijn animari. Animari? Nou ja, hoe ze ook heten, kunstenaar Theo Janssen maakt heel bijzondere beesten. En zijn zoon Zag helpt hem daarbij. De bouwsels van Theo Janssen waren vandaag voor het eerst te zien in het museum De Kunsthal in Rotterdam. Het bijzondere van de dieren is dat ze kunnen bewegen op de wind, als ze buiten staan dan. Zo kunnen ze in het wild lopen alsof het echte dieren zijn.
Janssen, part of him is an engineer. He studied in Delft in the Technical University, but he never finished his study. He decided to become an artist, and he gave himself a year with this material to start working with it. But that's already around 15 years ago now. It seems to be coming a live project. He dreams of a time when his beasts will run free on the beaches of the world. For now he toils with his PVC piping in a mobile studio sandwiched between the highways of Holland. And as a South African TV advert has shown, Theo Janssen is no ordinary artist. These strange wind-powered creatures have become a familiar sight as they wander along the beaches of Holland. Like everybody, I want to be immortal. Theo Janssen is the creator of this new life form, which he calls Strandbeesten. I really try to educate them that much that they can survive all the dangers of the beaches. So when I'm not here anymore, they will still move. So this, it's a crazy dream. Kunst? Ja. Wetenschap. Ja. In hoeverre kunnen die twee elkaar beïnvloeden? Ik denk dat kijk, kunst en wetenschap zijn eigenlijk twee instituten. Je hebt het kunstinstituut, dat is zeg maar de kunstwereld, de wetenschappelijke wereld. Dat zijn congries, zo kan je het ook zien. En het,